Ik zei dat het een beetje ontroerd was. En dan weet je, ja, tegelijkertijd spannend, maar ook ontroerend. Omdat je dan gelijk dat idee krijgt van dat meisje die dan, ja, sorry, moedersiel alleen loopt. Hey. Het is maar een pop. Ja, weet ik, maar je denkt toch die beeld erbij. En je denkt niet, nee, je denkt niet aan een pop, je denkt gelijk aan een kind. Een beetje emotioneel van. Het is heel warm. Ik vind het zo mooi. Ik wist niet dat dit was. Mijn nou ja, nieuwe Chinese buren die zeiden, ga even mee. Er is iets bijzonders op de Weimarstraat. En ik had eigenlijk geen idee. En ja, ik vind het echt zo mooi. En het is iets wat we echt nu nodig hebben in deze tijd, vind ik. Dit is echt verbinding. En het is allemaal een beetje grimmig nu. En dit is echt prachtig. Van tevoren had u wel gehoord wat haar verhaal is. Toen las ik inderdaad dat het over dat meisje ging die van 10 jaar... om haar moeder te vinden vanuit Syrië. Ik bedoel, dat doe je gewoon als volwassen mens niet. Laat staan als kind, dat je dat vol kan houden. 8000 kilometer lopen om je mama te vinden. Haar gezicht is heel echt. Ja, maar er zat natuurlijk ook een echt iemand in. Ze bewoog wel een beetje stijf, maar het komt ook omdat het een pop is. Ja, maar op zich, voor een pop, bewoog ze wel heel soepel. Oh, oh, Jenna. Ik zou met niemand willen huilen. Alleen gaan huilen als ik geen abonnee zou zijn. Ik was zelf ook 11 jaar toen ik naar Nederland kwam. Nou ben ik weliswaar met mijn moeder meegekomen. Maar je gaat toch naar een vreemd land. Je moet 11 jaar, dan, ja, je moet toch mensen weer leren kennen, je vriendjes leren maken. En eerst was ik boos. Maar nu zeg ik van dankjewel, mam. Yeah.